Liefje, welk nummer was het nou ook alweer? Schatje, welk nummer was het? 203, man. In het vakje. Oh, in het vakje. Ja, maar wel. Hoi, ben jij ook een van de nieuwe bewoners? Ik ben de Matthias van Empelen. Gert. Wanneer ben je hier ingetrokken? Oh, oh. Nieuw hier. Ja, ik ben... Thijs Gils. Hoi. Wanneer ben je... Oh. Petra, schatje. Ja, nee. Sorry, maar volgens mij is hier een misverstand. Sorry, maar deze kamer was aan mij toegezegd. Ken je die uitdrukking? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, tuurlijk ken ik die uitdrukking, maar volgens mij is dat hier niet helemaal van toepassing. Ed had mij specifiek deze kamer toegezegd. Lieverd, je had papi en mami wel eens even mogen vertellen dat we €300 moeten betalen voor zo'n klein kamertje. Nou ja, ik hoop maar dat al je spulletjes erin passen, hè? Verwachten jullie iemand? Nee. Nou niet, klerenlaaier. Hoi, ik heb nog wat voor jullie. Alsjeblieft. Oh, is dat het huurcontract? Nee, het zijn wat huisregeltjes. Wanneer krijgen wij dan het huurcontract? Ja, dat is in de maak. Oké. Okay. Oh ja, nog even één ding. Ja? Het is nogal gehoorig hier. Dus laat ik geen klachten krijgen van mijn moeder, ja? Uw moeder? Jullie onderbuurvrouw. Ja? Ja? Ben je doof? Nee, is nee. Ja, schatje. Ik ook van jou. Kusje. Dag. Waar is je pen?
Nog even voor de duidelijkheid. Jullie kunnen je niet inschrijven. Na 11 uur doodse stilte. Geen vrouwen, geen huisdieren. Ed. Oh ja, nog één dingetje. Af en toe zou de stroom kunnen uitvallen. Sorry. Sorry? Matthias van Empelen. Hoi, mam. Ja, alles staat op zijn plek. Nee, mam, je hoeft niet langs te komen. Ja, zal ik doen. Oké. Wel rusten, mam. Matthias van Empelen. Ja, mam, de wekker is gezet. Ja. Oké. Welterusten. Ik vind het prima als je midden in de nacht gaat verteuren, maar waarom moet ik daar wakker van worden? Als je honger hebt, moet je eten. Als de moeder van Ed, die hieronder woont, als ze wakker hiervan wordt en ze gaat klagen bij haar zoontje, dan zijn we wel mooie sigaaien, P. Pus van Ed? Ik pis op Ed's moeder. Ja. Maar goed, zou je dan wel alles netjes weer op kunnen ruimen als je klaar bent, alsjeblieft? Nee. Dankjewel.
huis. Het is nogal een gehoorig huis. Thijs, als je vriendinnetje niet zo zal trillen, dan zou je kinderen gevaar. Thijs? Snap jij vrouwen? Het was zo'n lief en aardig meisje. Maar ze werd zo extreem en wild. Ze begon te bijten en te krabben en te slaan en te schreeuwen. Het was gewoon eng. En ze was steeds meer en meer. En ik probeerde haar nog stil te houden. Echt, Matthias, ik zweer het je. Maar het lukte gewoon. Ze zo gewoon vaak doen. Ik probeerde haar van mijn lichaam af te drukken. Maar ze werd helemaal gek en op een gegeven moment begon ze te schreeuwen. Dit is lekker. Dit meen je niet. Oké. Wie heeft hem een energy chocolade shake met extra multivitamine en proteïne opgedronken? Gert! Heb jij toevallig mijn energy chocolade? Gert, wat ben je aan het zoeken? Weet je dat het heel erg onbeleefd is als er mensen tegen je praten dat je zomaar wegloopt? Ik ben al de hele tijd op zoek naar mijn chocolade energy shake. Ben je marmot aan het zoeken, of je konijn aan het zoeken, of je Fred aan het... Gert! Denk je dat het nog goed komt met je Fred, Gert? Heb je wel eens het idee dat je echt compleet genegeerd wordt? Weet je, ik wil helemaal geen zeikert zijn, maar... Ik wil gewoon echt geen moeilijkheden krijgen met Ed. De rare handlanger van hem. Ik zie mezelf alweer teruggaan naar mijn ouders. Die was net blij dat ik daar was. Ah! Wat ben je allemaal aan het doen?
Fuck! Met Matthias van Empelen. Hoi, mam. Aardappel, vlees en groente. Nee, mam, je hoeft niks langs te komen brengen. Ja, mam, ik ga zo leren. Die huisregels, die zijn er niet voor de katse kut, ja? Ik heb nou wel 5 telefoontjes van mijn moeder gehad over die teringherrie die jullie maken. Mijn moeder heeft rust nodig. Ze is al niet zo lekker. Als ik nog 1 keer klachten van jullie krijg, dan rot ik jullie er allemaal uit. Ja? 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 Nee is nee. Of moet ik soms je bij de poten komen breken? De meest bizarre dingen in het huis. Hier zit mijn kleding geruïneerd door een marmot. Ja. Ligt er eentje slaap op de gang en de ander is de hele dag dronken. Mm. En het ergste vind ik nog, is mijn energy chocolade shake met extra multivitamine proteïne hebben opgedronken. En ze ontkennen het ook nog. Zo, jij hebt het. Oh! Een hond zinnelijk krijgt. Ja.
grote mannen, man. Ik kan zwemmen. Er staat een zwembad. Ik kom mee zwemmen. Ik ga even mee zwemmen. Nou toch, ach. Ja, Papje en ik hebben natuurlijk altijd al gezegd, hè, dat hele op kamers gaan, dat is natuurlijk helemaal niks voor jou. Oh.